En leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij. Hier op het Jultrex. De enige echte natuurlijk. Nou, ja, ik heb niet zo'n beste mededeling. Ik had in de vorige vlog al gezegd. Zonder in details te treden. Het gaat momenteel even niet zo best met mij. Ik heb een beetje problemen. Persoonlijke problemen. Heb niet met een ander te maken of zo. Maar gewoon een beetje persoonlijke problemen. En daar heb ik ook een klein beetje mee te maken. Maar het grootste gedeelte is komkommertijd. Ja, ik heb het komkommertijd genoemd. Ik heb niet zoveel te melden de laatste tijd. Ik zou van het weekend weggaan, is weer niks van terecht gekomen. Ik ben weer thuis alleen maar geweest van het weekend. Ik moest ook even bijtanken. Het was een moeilijke emotionele week is het geweest. En ik was nog een beetje moe en uitgeput. Daar kwam het eigenlijk door. Kwam gewoon door dat ik me eigenlijk niet lekker voelde. Daarom ben ik ook het weekend niet buiten geweest. Maar elke keer zo'n praatvideo zoals ik nu maak. Ja, nu is het dan een aankondiging dat ik daarmee ga kappen. Maar elke keer zo'n praatvideo, ja. Dat brengt ook niet echt, komt ook niet echt ten goede. Dus ik heb besloten om voorlopig niet te. Voorlopig even niet te vloggen. Maar niet dat ik ga stoppen met vloggen. Maar. Ik ga voorlopig even stoppen met vloggen. Zolang ik niks heb. Dus, jullie kunnen best verwachten, over een paar dagen of zo, kunnen jullie misschien wel weer een vlog verwachten. Dan heb ik ineens weer een idee of zo, van hey, dat kan ik wel eens eventjes melden. Leuke dingen, want ik wil eigenlijk, wil ik gaan stoppen met het negatieve en alleen maar positieve, leuke video's te maken. En, jeetje, wat had dat lang geduurd, man. 1100, op hoeveel zit ik? 1140, 1100, nee. 1100, nee, 1200 video's of zo. 1200, nee, 1190. 1190, jee, wat had dat lang geduurd, man. Hadden we al wel eerder gekend. Ja, ik snap het, maar. Ik ga dus eventjes een tijdje. Ik ga niet een tijdje. Nee, ik ga eigenlijk helemaal niet stoppen. Ik ga gewoon door. Maar ik ga pas posten als ik weer wat heb. En dat wordt tegenwoordig het nieuwe schema. Wat ik vanaf gelijk al per direct ga invoeren. Een nieuw schema. Als ik wat heb, dan plaats ik. En als ik niks heb, dan plaats ik niet meer. Want ik. Voel ook wel een klein beetje de druk op mijn schouders om elke keer maar weer een video te maken en elke keer maar weer te presteren terwijl ik niks heb. En daar ben ik een beetje klaar mee. Ik heb dat al een heleboel keren gezegd. Elke keer komt het er niet van. Dan maak ik toch weer zo'n praatvideo ertussen. Maar in ieder geval, ik ga mijn uploadschema een beetje veranderen. En ik ga dus het schema veranderen met content die ik plaats. Ja, vroeger deed ik dat eigenlijk op mijn oude kanaal, deed ik dat wel altijd. Als ik wat had, dan plaatste ik, had ik niks, dan plaatste ik niks. Gewoon heel simpel. Dat is eigenlijk ook de beste methode om mijn YouTube kanaal te updaten. Gewoon als je wat plaatst of als ik wat ga doen. En ik ga een video maken. Dan plaats ik wat. Heb ik gewoon helemaal niks. Heb ik niks opgenomen. Dan plaats ik gewoon niks. En dan heb je ook niet meer zo'n druk op je schouders. Van het presteren. En volgens mij komt dat het kanaal alleen maar te goede. Om, om leuke video's te maken. En dan heb je ook wat meer inhoud in de video's. Zonder praatvideo's. Van vandaag heb ik dit gedaan, vandaag heb ik dat gedaan. Dat doe ik eigenlijk al een hele tijd al niet meer. Maar ik wil daar eigenlijk nog meer secuurder mee zijn. Dat als ik echt ergens naartoe ga of zo en ik neem mijn vlogcamera mee. Dan vind ik eigenlijk ook zo'n dom woord, hè. Een vlogcamera. Waarom
is die camera die ik in mijn hand heb een vlogcamera. Ja, omdat ik ermee vlog. Maar als ik gewoon zo ga filmen, zo door het huis heen, dan is het een gewone camera. Dan is het toch geen vlogcamera. Vlogcamera bestaat eigenlijk helemaal niet. Maar goed, in ieder geval, ja, ik heb in ieder geval weer humor. In ieder geval, dat wel. Zo, ik heb er net, wat ik wel even, dus even, ja, nou ja, grappig om te vertellen. Nee, niet echt grappig. Ik heb net een documentaire zitten kijken van Sylvia Millekamp. Ja, de meeste van jullie die kennen die actrice helemaal niet. Maar Sylvia Millekamp, dat is een hele bekende acteur. Actrice. Comedianse. Ze hebben in series gespeeld. Ze hebben in films gespeeld, volgens mij. Daar hebben ze ingespeeld, want ze is al een hele tijd geleden. Is ze overleden aan die vreselijke ziekte. En nou zat ik een oud televisieprogramma te kijken, wat ze normaal altijd in meespeelde. Dat heet Ook Dat Nog. Nou, voor de mensen die dat nog nooit gehoord hebben, dat programma, moet je maar eens op YouTube Ook Dat Nog invullen. Dan krijg je heel veel afleveringen te zien. Dat was altijd heel komisch. Mensen die problemen hadden met een instantie of belazerd werden door een instantie, die konden dan een brief schrijven en dan deed je hun het op een hele komische manier. Deed je hun dat vertellen en degene die eigenlijk een beetje de boel besodemieterd had, op een leuke manier, komische manier terug te pakken en zijn kaart aan te pakken op een komische manier. Nou, dat heb zij meegespeeld. En zij is dus overleden al een heleboel jaar geleden. En ik heb vandaag, daarnet, heb ik een documentaire over haar gezien. Nou, ik heb echt zitten janken als een klein kind. Ik vond het echt heel erg ingrijpend. Het was echt een hele emotionele reportage was dat over haar leven. Je zag vrienden, oud-collega's van haar, exen van haar. Die hadden allemaal, deden eigenlijk allemaal een beetje het woordje van over hoe ze was en zo. En als laatste in de documentaire zag hij de begrafenis. Nou, dat vond ik echt even pittig. Dat was echt pittig was dat. Dus dat was wel eventjes emotioneel was dat. Daar heb ik ook wel even het traantje om moeten laten. Want dat was best wel heftig. Het kwam best wel even heftig aan. Ik heb natuurlijk zelf ook die hele periode van ziek zijn en en dat er dan iemand overlijdt aan die ziekte. Dat heb ik ook al een paar keer meegemaakt. Het ergste was natuurlijk met mijn vader die overleden is. Mijn vader is ook aan die ziekte overleden. En dat is echt een hele moeilijke periode in je leven is dat. Iedereen gaat die nog wel een keer meemaken. Sommigen hebben dat nog helemaal niet meegemaakt. Sommigen die hebben alleen een vader of een moeder verloren. En sommigen hebben gewoon sommige mensen die hebben gewoon allebei hun ouders niet meer. Best wel pittig. En dat zat ik dus net zitten kijken. Nou, ik was echt. Ik heb ook niet gelivestreamd. Want ik was echt een beetje ondaan was. Ik had echt geen zin om te livestreamen vandaag. Ik heb wel lekker GTA zitten spelen bij Rob en Ramon. Maar ik heb geen livestream gedaan. Ik had er geen zin in. Nou, dat is tegenwoordig ook. Dit is tegenwoordig ook de hele tijd. Ik hoest als een idioot. Ik ben echt strontverkouden. Ik heb een keel. Nou, dat is een weggooikeel. Die kan je zo bij het uitvelden zetten. Dat is gewoon schuurpapier. Ik heb het echt te pakken. Ik ben echt een beetje verkouden. En het legt ook een beetje aan het weer, hè, natuurlijk. Hè. Het legt ook een beetje aan het weer. Maar goed, in ieder geval, voordat ik deze video weer helemaal verkracht door hem heel erg lang te laten lopen. Dit was even de mededeling wat ik wou doen. Ik ga dus alleen uploaden als ik wat heb. En als ik niks heb, dan zullen jullie even een paar dagen even geen vlog zien. Maar de serie gaat gewoon door. Dat is Euro Truck Simulator.
Die ga ik natuurlijk wel. Die serie gaat gewoon door. Elke maandag om 3 uur. Ik wil. De laatste 2 maandagen is het gelukt, de afgelopen 2 weken. Elke maandag om 3 uur een aflevering van Euro Truck Simulator. Vind ik wel heel erg leuk. En dat is gewoon elke maandag standaard. En de vlogs, ja, jullie gaan wel zien als ik weer een leuke vlog heb. Nou, er komen er nog een heleboel aan, want we gaan nog naar Toverland. Ik heb het allemaal al gezegd. We gaan naar Toverland, we gaan nog naar Ahoy gaan we. Dus er komen nog heel veel video's aan. Er komt nog Efteling natuurlijk ook nog aan. Want we zijn nu pas geleden alweer geweest. En daarvoor zijn we nog bij het afscheid van het Spookslot geweest. Maar dat is nog niet het einde van 2022. Hè? We gaan er al wel heel langzaam naartoe. Over een paar weken is het alweer kerst. Dat is ook nou niet meer zo heel erg lang. Het is maar een weekje of 8, denk ik. Ja, dan is het alweer december. Het gaat hard. 2 december ben ik vrij. En 2 december, dan hoef ik dus niet meer te werken. Dan is het klaar voor mij dit jaar. En dan ben ik lekker weer een goede maand ben ik dan weer vrij. Dus dat is ook wel lekker. Dus ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Ik ga het niet langer maken dan dat het is. Ik bedank jullie voor het kijken. Ik zou zeggen, jongens, vonden jullie deze vlog leuk? Doe een duimpje de lucht in. Abonneer op mijn kanaal voor meer. Druk op belletje. Dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. En ik spreek jullie allemaal. Ja, vind ik eigenlijk wel een grappige. Een video of een livestream. Jongens, groetjes van deze kant. Tot de volgende. Als ik weer een vlog heb, dan krijgen jullie hem te zien op mijn kanaal. En tot die tijd. Even niks. Groetjes. Doei doei.